Toen je dat programma eenmaal in elkaar ging schudden, hè, Team Solo... Mm -hmm. en de lucht er steeds meer uit raakte... en het nu de, de vijfsterrenmachine is geworden die het, <laughs> die het, die het moest worden... Uh, kreeg je enig idee waar het over ging eigenlijk, dat programma? Um, nou, ik wilde... Uh, ik wilde het heel intuïtief over best wel... dat het naar allerlei dingen raakte. En ik had er heel concreet een... Um, een, een, een lijn voor bedacht. Dat was februari dit jaar. Dacht ik van hier moet het intuïtief over gaan. Maar nu wil je weten wat natuurlijk. Ja, dat is vrij logisch. Ik maar... <laughs> vind dat eigenlijk geheim. Wil je dat niet hardop zeggen? Nee, nee, ik wil zeggen, nou, het, 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 het is. Ja, de, ik zou zeggen, of de natuur versus het, het, het digitale... Of het, of het scherm versus de ja, echte ja. wereld. Of, dat, dat wilde ik in ieder geval, ook omdat ik dat interessant vond... om dat als thema te gebruiken. Omdat mensen me kennen via hun schermpje... en ze me nu in het echt zien. Dus dat zit er per definitie al in. Dat wilde ik graag uh, gebruiken als thema. Wat, heb je het gevoel dat dat de strijd is die er op dit moment geleverd wordt... tussen eigenlijk het echte leven... en misschien ook wel echt daadwerkelijk de natuur... En uh, mensen, en dan vooral kinderen, die eigenlijk gehypnotiseerd naar dat scherm zitten te kijken de hele tijd. Ja, dat, zie, dat ja, lijkt me wel. ja. Dat, dat uh, zie ik heel veel. Ik weet nog dat ik tien jaar geleden, dat ik dan dacht van, oh ja, ooit komt er een dag dat iedereen op de pond waarschijnlijk op zijn telefoon kijkt, want dat zal wel onbestaanbaar zijn. Ja. Ik leek dat nog een heel raar beeld, maar ja. dat, dat is dus inderdaad zo. Ik zeg niet dat het allemaal altijd slecht is, maar. Nou, het heeft toch ook wel iets dystopisch. Ja, dat vind ik ook wel. Ja. ja. En, 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 maar ik heb dat ook met zoiets als de koptelefoon in de publieke ruimte. Ik gun iedereen zijn muziek, maar soms denk ik ook van: het straalt eigenlijk uit van: ik geef helemaal niks. Ik heb nul interesse in, po potentieel in jou, in de ander. Zeg maar. ja. Dat vind ik ook wel iets dystopisch hebben. Ja. Maar misschien komt er iets anders voor in de plaats. Als ik dan hoopvol. Uh... Wat dan? Nou ja, dat kan ik nu ook niet verzinnen, maar <laughs> ik. Ik, denk, ik bedoel, alleen maar, alleen maar uh, dystopisch uit de wereld kijken. Dat, ja, maar het is best wel angstaanjagend, toch? Het ja, stem ja. niet vrolijk. Nee, dat, dat stemt zeker niet vrolijk, nee. nee. Ik vind het ook heel angstaanjagend. En, en heel, uh, heel erg. Ja. En tegelijkertijd voel ik me ook heel machteloos. Zelfs als opvoeder van mijn eigen kinderen voel ik me hierin machteloos. Ja. Waarvan ik het gevoel heb dat als ik, ze, als ik ze die dingen onthoud... dat ik ze een soort idiote geitenwolle sokken... Uh, een rare opvoeding geven alsof, alsof en op, op, uh, alsof ik ze afsluit van de echte wereld. Ja. Terwijl, ik ze, terwijl ik het gevoel heb dat ze zichzelf nu eigenlijk afsluiten van de echte wereld. Ja, ik snap het ja, dat ja. lijkt me ook heel lastig. Ja. Uh, dus dan moet je zijn dienst bewijzen, misschien door heel op dingen streng te zijn. Maar ja, dat is ja, lijkt, ja. lijkt me ook verschrikkelijk lastig. Ja, dat is ook moeilijk. Want het is ook hoe het sociale verkeer zich afspeelt. Uh, ja. tussen kinderen. Ja. Ja, dus je hebt de oplossing heb je ook niet gevonden. Nee, als je daar op hoogte <laughs> gaat, ik nu even kan, kan brengen, ja. ga je dat niet kan brengen. En hoe ga je dan zo'n lijn, als je die bedenkt, hoe, hoe, hoe of zat hij eigenlijk in het programma, of ga je daar dan ook meer op sturen? Um, nee, ik heb hem echt ge, gewoon ge, ge, gecreëerd. Ja. Uh, maar ik wist ook dat ik een ook dat ik een fragmentarische voorstelling wilde maken. Ja. Want, want dat het is ook een soort zap voorstelling. Ja. 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 Uh, maar ik wilde toch dat dat cohesie had. Dus dat, is, ja, dat zijn allemaal gewoon een beetje krachten die op elkaar inwerken. En dan deels ook met de hulp van, van Micha, de, mijn creatief adviseur, gingen we dan. Ja. Hij uh, wilde ze zelf ook geen regisseur noemen. Nee. Dat was hij ook niet. Nee, nee, dat was hij denk ik niet. Maar je maar, kon wel met hem van gedachten wisselen over wat ja, je aan het heel doen erg, was. Ja, ja. ja, precies. Maar een regisseur zou je kunnen zeggen, die wil zijn eigen stempel drukken. Van, Dit ja. is mijn voorstelling. En ja. dat vindt Micha niet passen bij wat wij doen. Of nee. bij, bij een eigen voorstelling maken. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja. En wat waar hadden jullie het dan over? Wat zaten jullie met elkaar erover te bespreken? Hij kwam kijken en dan gaf hij gewoon uh, heel uh, ja, gewoon zijn ongezouten zijn mening over alles, eigenlijk. En, en uh, ja, dat, dat uiteindelijk, denk ik, ik, zet het in heel veel kleine dingetjes waar zijn grote bijdrage in zat. denk ik. Dus ja. als je dat daar, daar even nog ook zegt, dan creëert dat net een verbinding. Of daar daar zij heel, ook heel erg goed in, vind ik. Dus dat was heerlijk. Meest ja. somber over de wereld, maar Ehm... Um... Ja, nou ja, ik kan er wel ergens wel somber over de wereld zijn. Ja. Ja, dat, nou, nee, ik, ik kan wel denken, komt het allemaal wel goed? Dat, en dat zou je somber kunnen noemen. Alleen daar binnen ben ik ook wel. Uh, ja, zie ik het ook als een soort plicht om gewoon. Of dat, nou, dat zit in me, om gewoon ook er iets van te maken. En. en, en, en uh, yeah, binnen... Ja, een groot verantwoordelijkheidsgevoel eigenlijk. Poeh. Hangt heel erg vanaf voor, voor, voor wat? Niet in zijn algemeenheid. Als ik ergens binnenkom, denk ik niet ik moet nu hier. Nee, maar misschien wel, ik, misschien wel een groot een verantwoordelijkheidsgevoel voor. Uh, nou, het gaat een bepaalde kant op met de wereld. En daar moet je op zijn minst heel goed en diep over nadenken. wat je, wat je daar aan kan doen. En wat we daar met z'n allen aan kunnen doen. En mm -hmm. hoe die oceaan-tanker een beetje de andere kant op te duwen is. Dus dat, en misschien dacht ik ook wel een verantwoordelijkheidsgevoel... aan je eigen talent en het leven wat je hebt gekregen. Dus dat je, je bent wie je bent en je kan bepaalde dingen. Mm -hmm. En daar moet je ook wel gewoon zorgvuldig het beste mee doen. Ja, dat denk ik zeker. Maar ik denk ook dat, dat ik geloof dat ik daardoor ook het gelukkigst word. Dus, dus... Ja, precies. Dus het is niet echt corvée voor je. Nee, nee het precies. Het is ook wat jou gelukkig maakt. Ja, ja, ja. En ja. ik denk ook wel qua verantwoordelijkheidsgevoel misschien wel... voor ook mensen om me heen, dus gewoon voor de stemming van mensen dat ik daar wel verantwoordelijkheid heb. ja precies ja waarom je het ook zo erg vond om met de partizanen te stoppen omdat, omdat je ze omdat je dan misschien verdrietig zou maken ja